Het zien van Gods licht. In uw licht zien wij het licht. Dat is onze tekst. Psalm 36, vers 10b. Het zien van het licht is een der grootste weldaden voor ons mensen. In de wintertijd verheugen we ons in het vooruitzicht dat de dagen weer lengen en de nachten weer korter gaan worden. In blijde stemming zeggen we dan vaak dat we het ergste weer gehad hebben en het mooie weer tegemoet gaan. Na eindeloos lang schijnende doorwaakte nacht doet het komen van het licht ons een zucht van verlichting slaken. Na moeite en zorg doet het komen van uitkomst en redding met blijdschap uitroepen. Er is weer licht, ik zie weer licht. En zo gaat naar het zien van het licht, niet het minst ook in het leven van het geloof, de vraag van het hart uit. Als het oog van het geloof maar licht ziet, dan is er troost en sterkte, vreugde en blijdschap in het hart. Ga de voet des geloofs vrolijk de weg achter Jezus en zing de mond dankbaar van Gods grote goedertierenheid. Daarom zien is het zien van Gods licht de grote voorwaarde om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven, om te wandelen naar Gods heilige wil, want alle licht dat niet uit God is, wordt eens gedoofd. Maar het licht Gods blijft schijnen, en dat licht te zien vervult de mensen met grote behoefte en maakt en tot kinderen des lichts. Over dat licht nu gaat het in onze tekst, waar wij de korte, maar alleszeggende belijdenis opvangen. In uw licht zien wij het licht. In onze tekst, psalm, gaat het over duisternis en licht. De versen 2 tot 5 tekenen ons de duisternis van de Gods vervreemding en van de zonde. In het hart van de goddeloze heeft de zonde de plaats van God ingenomen. De stem der zonde wordt in het hart vernomen. Daaruit stijgen als uit een vergiftigde afgrond alle zonden in woord en daad op. Zij spreken, zelfs zijn overdenken heeft geen, zijn spreken en zelfs zijn overdenken heeft geen ander doel dan misdrijf en bedrog. En zo gaat hij voort op de weg die steeds verder van het goede, dat is van de door God gewilde weg afvoert. Zo verduistert steeds meer zijn verstand en neemt zijn God vervreemding steeds meer toe. Daartegenover stelt David vanaf het zesde vers het licht dat van de Heere uitstraalt. Allereerst het licht van zijn genade verbond. Daarna dat van zijn gerechtigheid en rechtspreken. En hij worstelt met de taal om de glanzen van dat licht te tekenen. Ja, aanbiddend valt hij voor dat licht neer. Aan die genade dankt de mens het, dat er onder alles verkwikking voor hem is, onder de liefdevol uitgespreide vleugelen des Heren. Aan haar dankt hij het, dat hij in het huis des Heren de milde Heer des huizes ontmoeten mag, die hem verzadigt en verkwikt aan de tafel van zijn goddelijke genade. Want zo heet hij dan,
in ons tekstvers. De fontein des levens. Dus het leven zelf is bij de Here. Alleen waar God is, daar is leven. Echt en waar leven. Daaruit volgt dan dat slechts daar waar Gods genade licht straalt, licht, echt en waar licht is. Want leven en licht gaan samen en hoe meer een mens in die lichtbron indaalt, des te ontdekkender werkt ze op zijn eigen lichtvermogen in, totdat het licht wordt en licht blijft, zelfs in de duisternis van het lijden, want in uw licht zien wij het licht. Het gaat in onze tekst dus over het zien van Gods licht en wij gaan na wat dat is en twee, hoe dat alleen mogelijk is. De apostel Johannes in de machtige inleiding op zijn evangelie, de heerlijkheid van het woord dat in de beginnen was, dat bij God was en God was, ontschilderd, dan zegt hij daar de verhevene woorden. In hetzelfde was het leven. In het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Over dat licht gaat het in het woord van onze tekst. En welk dat licht is, zegt de apostel, als hij voortgaat en van Johannes de Doper neerschrijft. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Het leidt dus geen twijfel of als de Heilige Schrift spreekt van het echte, waarachtige licht, dan is daaronder te verstaan de persoon en het werk van de van God gegeven middelaar, Jezus Christus, onze Heer. Buiten en zonder de Christus Gods is het nacht en duisternis voor de mens. Dat immers is zijn ellende. Over hem gekomen door de zonde, een ellende zo angstig groot en bang, dat geen tong of taal haar ten volle kan uitspreken. Over heel Gods schepping, over heel de mens, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, daalde in de val de nacht der godsvervreemding. Donker is het in zijn hart en in zijn hoofd. Duisternis is uitgespreid over heel zijn leven. Over heel zijn zijn en over heel zijn leven, over heel zijn bestaan. Zijn hand tast als in de blinde. Zijn voet stoot zich als in de donkere nacht. Over zijn heden en over zijn toekomst ligt de sluier van donkerheid. Nergens is het licht. Overal heerst de duisternis. Dat is de ontzaglijke werkelijkheid van het mensenleven. Zonder en buiten de God gegeven Christus. En nu is dit het inbegrip en de samenvatting van al Gods genade, liefde en ontferming te roemen in der eeuwigheid, dat God in al die donkerheid en duisternis het licht heeft doen opgaan in Jezus Christus zijn Zoon. Het licht der openbaring, wat van nature verborgen was
en nooit door de mens te vinden of te ontdekken was, heeft God doen opgaan als hij zijn zoon zendt in de volheid des tijds. Want die zoon heeft ons de Vader verklaard. Hij heeft volkomen al de raad God tot de mensen verlossing geopenbaard. En zo is hij het licht dat schijnt over de schepper en over de schepping, over God en mens, hemel en hel, aarde en leven, zonde en genade, verdoemenis en verlossing, heden en toekomst. En al dat licht is van de Heilige Geest vastgelegd in Gods onfeilbaar woord. En daardoor is het licht op de mensenpad en een lamp voor de voet van de mensen. Dat woord Gods draagt in al het donker van het mensenleven dus een licht uit. Het laat dat licht vallen in de diepten van schuld en zonde, ellende en leed. Het richt dat licht op met zoeken en slaven, het zuchten en steunen, het zoeken en streven, het strijden en lijden van kleine, nietige, zondige mensen. Het zet in het licht heel dat mensenleven met zijn diepten en hoogten, noden en behoeften, vragen en problemen, vreugde en smart, bezit en gemis, genieting en ontbering. Het giet dat licht uit over wieg en graf, geboren worden en sterven, opgaan, blinken en verzenken. Ja, dat woord werpt dat licht over tijd en eeuwigheid, over de raad Gods en de uitvoering daarvan, over val en opstanding, over eeuwig wel en eeuwig wee. Niets uit heel dat mensenleven met zijn duizenderlei nood en behoefte, zorg en moeite is er, of het wordt in het licht gezet door het woord. Als de drager van het licht van de Christus Gods en al dat zoek- en werplicht der openbaring Gods. Het trekt zich tenslotte samen op Golgotha's kruis. Dat kruis met de gezegende, die werd tot de vloek, staat in het middelpunt van al dat licht. Uitgezonden door hem, die de wereld zo heeft liefgehad, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo staat daar in de nacht der menselijke ellende, in het donker van de godsvervreemding, in het duister van dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, hel verlicht door de stralenbundel van Gods eeuwige zondaarsliefde, het naakte kruis waaraan genageld is het naakte lichaam van de Christus Gods tot een volkomen verlossing van allen die dat kruis omklemmen met de handen en de armen van het kinderlijk geloof. Dat is het licht waarvan David hier zingt. Maar wat is het nu, dat licht te zien? Is het het hebben van en bezitten van het lezen in of het horen van Gods woord alleen? Is het het verstandelijk kennen van alles wat God tot deze mensen, tot de zaligheid van de mensen geopenbaard heeft, enkel als vrucht en gevolg van een christelijke opvoeding, van een leven in het midden der gemeente Gods, is het gedachteloos nazeggen van de tekst of een psalmvers, het van buiten kennen van de hele gedeelte van de Heilige Schrift? Natuurlijk niet.
hoe nuttig en nodig, hoe goed en heerlijk dat ook zij. Het zien van Gods licht is geheel iets anders. Voor ons mensen toch is iets te zien. Heel iets anders dan te weten dat iets is en bestaat. Zien is het waarnemen met ons oog, het opvangen van een beeld in de donkere kamer van ons gezichtsvermogen, het vasthouden van dat opgevangen en waargenomen beeld. Wat we zien, dat blijft niet langer als buiten ons. Dat nadert ons niet slechts, maar het komt tot de poort van ons oog, als binnenin ons. Zien is voor ons mensen dan ook de rijkste gewaarwording, de innerste ervaring, ja, het verinnerlijken der uiterlijke dingen. Vraag dat maar eens aan een jonge moeder als zij na de geboorte smarten van haar moeder worden voor het eerst haar kindje zien mag. Vraag dat maar aan de oude moeder als ze haar zoon die naar verre landen toog uiteindelijk weer mag zien na vele lange jaren. Groter wilde voor de mens is er niet dan het zien der dingen welke zijn geluk en rijkdom vormen, waaraan zijn ziel hangt en waarna al zijn verlangen uitgaat. Het zien van het licht dat van God komt, dat schijnt in de nacht van zonde en schuld, van straf en toorn, van kruis en druk, van leed en ellende. Het is dus de ervaring en genieting van Gods onuitsprekelijke genade in Christus Jezus de Heer, als uw ziel door schuldbesef verslagen en verbroken, niet tegenstaande de aanklacht uw conscientie, geloven mag de vergeving van uw zonden om het bloed van Christus willen, dan ziet u Gods licht, want dan valt het beeld van de persoon en het werk van de volkomen zaligmaker in de donkere kamer van uw verbroken en verslagen hart. Dan smaakt uw ziel de wondere genade Gods in de gave van hem, wiens naam Jezus is. Dan proeft ze de vele en de grote ontfermingen van hem, die een afgesneden zaak doet. En ziet ge het licht van Golgotha's kruis en van het lege graf en de hof van Jozef van Arimathea. Als uw ziel waarlijk bedroefd is vanwege de grote zwakheid die nog in u overbleef, als ge verschrikt zijt vanwege uw gebrek aan heiligmaking, u nog zo weinig Goden dankbaar bewijzen voor de rijkdom zijner genade en nog zo uiterst zelden grijpen van Gods eer, en ge moogt dan verstaan dat Christus niet slechts u verzoent, maar ook in u behoudt, dat hij die een goed werk in u begon, dat ook voleindigen zal tot op de dag van onze Heer Jezus Christus, dan ziet u Gods licht. Als u gebogen gaat onder zwaar en een kruis, als het grote leed in uw leven kwam, als uw hart bloedt en doorwond is, van al de offers van u van dat hart gescheurd, als mensen u in moeite en verdriet niet verstaan, als uw leven weet wat vereenzaming en verlating is, maar Gods vertroosting in uw moeders ziel verkwikken en Gods genade u doet berusten is in stil zijn, dan ziet ge Gods licht, dan is het als voelt ge de druk van Gods trouwe en sterke vaderhand. Dan ervaart u de nabijheid en de ondersteuning van hem die het beloofd heeft en ook doen zal. Dan zijn Gods beloften voor u niet weggesloten als in een ontoegankelijke brandkluis. Dan ziet ge in al het donker van uw leven schitteren en fonkelen als diamanten van het edelste water,
Dan is de inhoud van uw geloof heerlijke werkelijkheid voor uw ogen en in uw leven. En dat troost en sterkt. Dat vervrolijkt en maakt blijde, bemoedigt en geeft rust. Ja, dat leert alles overgeven aan Hem. Die is de fontein des levens en doet zeggen, omdat ge Gods licht ziet. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voert het oud vertrouwen weder? Zoek in oosten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, sla toch naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die dag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijn levens heffen. In de tweede plaats, geliefden, zouden we nagaan hoe dat zien van Gods licht alleen mogelijk is. Om iets te zien hebben wij mensen niet alleen licht dat van buiten ons komt nodig, maar ook het vermogen om het licht op te vangen. Deze geheel gewone waarheid geldt voor alles wat zien heet. Wat baat al het licht dat in de steeds meer gebruikelijke lichtweken over de straten en pleinen, de gebouwen en huizen van onze grote steden geworpen wordt voor de blinde. Al wordt hij aan de hand van een ander geleid door al dat licht, hij ziet niets en geniet er dus ook niet van. Donker blijft alles voor hem, ook al zijn lichtbronnen. Ook al zijn de lichtbronnen nog zo krachtig en sterk. En nu zegt de schrift niet slechts dat door de zonde, de duisternis kwam over de mens, dat de nacht voor de mens werd in al zijn leven, maar ook in het donker van de mens. Dat niet minder is het jammerlijke gevolg van de zonde. Als een blind geborene is de mens van nature. Nee, dat is de mens niet in het aards en tijdelijk leven of in betrekking tot de dingen die er krachtens de schepping zijn en aards uit de aarde zijn. Het tegenovergestelde van blind is de mens wat dit betreft. Scherper dan scherp is daarin zijn oog en heel het kennen en kunnen van de mens, dat vooral in onze dagen zeer groot is, wordt als toegespitst op de aarde. Door de zonde toch ging uit de mens, mensengezichtskring geheel weg, de hemel en alles wat met de hemel in verband staat, het geestelijke, het eeuwige en het blijvende. Hoe verder de hemel wegweek, des te dichter kwam de aarde met al wat uit de aarde is bij de mens.
Dat legt beslag op zijn denken en doen, op zijn streven, zijn willen en begeerden. De aarde, het stoffelijke, het zienlijke is al wat de gevallen mens overbleef. Daar grijpt zijn hand naar, daarin zoekt hij de bevrediging van al zijn lust en verlangen. Daarin gaat hij op, dat is zijn hoogst begeren en zijn blijven maak. Zien met het oog van zijn lichaam, dat is zijn machtig verlangen, zijn moeizame arbeid onder de zon. Dat zien te volmaken is het rusteloos zoeken van heel de mensheid en heel de cultuur van onze dagen staat in het teken van de overwinning van dat zien. Want ook dat zien is genieting en bevrediging van de schoonheidsdrang van ons mensen. Ook dat zien brengt tot bewondering, voert tot extase en doet genietend en juichend opgaan in lijnen, vorm, gestalte en gedaante en kleur en tint. Maar, en dat is weer de diepte der ellende, waarin de mens door de zonde wegzonk. Blind is dat heerlijk mensenoog van nature voor de geestelijke en eeuwige dingen. Voor het leven dat uit God is en waarover de dood geen heerschappij heeft. Blind is de mens van nature voor God in zijn wezen en werken, deugden en volmaaktheden. Blind is hij voor de gevolgen van de zonde. Hij ziet ze niet en hij neemt ze niet waar als de onzalige vruchten van opstand tegen en afval van de hoge God. Hij gaat dit leven door en hij zucht en hij vloekt. Hij treurt of hij zingt. Hij bezit of hij mist. En hij ziet niet de oorzaak van de vergankelijkheid aller dingen en van de onvolmaaktheid van het tegenwoordige. Van al die bittere teleurstellingen die in het leven zo rijk zijn. Van al dat leed in eigen of ander leven. En straks gaat hij sterven. Dan moet hij al dat zichtbare loslaten. Gaat hij een onbekende toekomst tegen en is al zijn kennen en kunnen niet bij machte hem een antwoord te geven op al de ontzaglijke ernstige vraag voor de denkende mens. Wat nu? Wat nu? Blind is hij van nature voor het licht dat van boven komt. Van Christus Jezus om onze Heere die het licht der wereld is. Dat licht is er wel. Er schijnt in de alle donkerheid van het mensenleven wel. De lamp van Gods woord is er wel. En het licht der goddelijke openbaring in de Heer Jezus straalt wel uit de nacht. Die aanbrak in het mensenval. De stralenbundels van dat licht schijnen over de bergtoppen van aards geluk en in de diepste diepte van het menselijk leed. Maar ach, de mens van nature ziet en de mens ziet en begrijpt dat licht niet. Hij is blind voor dat licht. Zijn ziel mist de lens om dat licht op te vangen, te zien, te bewonderen en ervan te genieten. Dat is de grootste geestelijke armoede waarin de mens van nature verzonken is. En een armoede zo vreselijk en zo bang dat ze in woorden haast niet te zeggen is. Licht is er. Een licht straalt uit in wonderheldere glanzen. Licht is er dat sterker is dan van de lamp. Die het grootste wonder menselijke techniek is. Maar de mens ziet van nature dat niet. Hij staat midden in het licht en hij merkt het niet. Want door de zonde is hij een blind geborene. En toch zingt de dichter hier. In uw licht zien wij het licht. Mogelijk dus is het toch voor de mensen het zien van het licht van hem
die het leven en het licht der wereld is, Jezus Christus, onze Heere. Maar dat licht te zien is alleen mogelijk in Gods licht. En wat is hier Gods licht anders dan de aanduiding en omschrijving van Gods onderwerpelijke genade door de Heilige Geest en de vernieuwing en wedergeboorte en de herschepping en geestelijke reformatie naar het heerlijk evenbeeld Gods. In dat wonder door de Heilige Geest in de mens gewerkt, wordt het blinde oog geopend, zodat het licht dat uit de hemel van God komt, in dat oog kan vallen, door dat oog kan waargenomen worden, verloren in de val. Is weer teruggeschonken door Gods levendmakende kracht. Een oog te ontvangen dat niet met nevelen omsluierd en toegesloten is, maar dat geopend is om te zien de geestelijke dingen buiten ons in Jezus Christus, om te zien de eigen schuld en zonde, maar ook het licht dat schijnt in de duisternis, dat is het wonder der levenmaking van de dode zondaar. De geboorte uit water en geest, de vernieuwing door de Heilige Geest, dat is het werk Gods in de mens. Dat doet de mens jubelen. Ik zie. Maar, en dat wordt zo vaak vergeten, dat wonder van Gods genade is niet ineens volmaakt en voltooid. Zien de ogen zien niet altijd. De gezichtsterkte van de geopend oog is niet steeds even groot. Daar is ook in het geestelijke zoveel dat als een sluier zich schuift tussen het oog en de lichtbron. Ogen kunnen gesloten worden en dichtvallen. En als dat geschiet, dan zien we ook uit God, de uit God geborenen, het licht niet. Dan klagen ze over donkerheid en duisternis, dan is de hemel zo ver. Dan is het gevoel van geestelijke verlatenheid hun deel. Dan buigt zich hun ziel zo diep in hen ten neder. Ja, dan werkt de geest die steeds ontkent, zo angstig bang in hun harten. Dan leven ze onder de bediening des woords en de sacramenten, maar er gaat geen kracht van uit. En ze klagen zo vaak dat ze er niets aan hebben. Mogelijk dus is het zien van het licht alleen in Gods licht. Want niet alleen is het nodig de gave van het zielsoog door Gods wederbarende genade, maar dat oog moet ook opengehouden worden door de invloeiende genade van de Heilige Geest van dag tot dag. Zo alleen is het zien van dat licht der openbaring Gods in Jezus Christus mogelijk. Als ons hart ontvankelijk gemaakt wordt voor dat licht en gehouden voor dat licht als Gods genade leven gunt aan onze ziel. Als Gods vaderhand de veer van dat kinderlijk geloof telkens en telkens weer spant. En dan zien we Gods licht, in Gods licht het licht. De aarde met al wat ze heeft en geeft, hoe groot en hoe heerlijk ook, hoe rijk en hoe groot een gave van Gods goedheid ook, zien we dan als dragend Gods vloek en daarom nooit gevend de rust en de vrede aan een onrustig mensenhart. Het aards geluk, hoe vol van gloed en warmte tot verheuging en blijdschap des harten, ook zien we dan als nooit schenkend het ware, het blijven, het eeuwige. Dit leven zien we dan
als een geheel onmachtig om te vervullen van de mensens hoogste nood in het leven en sterven, om de kleine en grote mens staande te doen houden als het drijfzand wegzinkt onder de voet en de hand moet worden losgelaten. Zoveel waaraan het hart hangt en waarin zich het verlustigt. De hemel is dan gekomen binnen de gezichtskring en in ons leven. De hemel als woonplaats van God en zijn Christus en van de zielen dergenen die in Jezus ontslapen zijn. De hemel als het ware vaderland. Het land dat rust niet slechts, maar ook als dat der volkomen zaligheid en der volmaakte Gods verheerlijking. En zo zien we het licht van Gods, van Golgotha's kruis, schijnen over zonde en schuld. Zo zien we het licht der opstanding van de grote zaligmaker vallen over al het donker van de dood. Als betaling der zonde. Zo zien we waar de lichtbundels der rechtvaardigmaking in en door de opstanding van de gestorven heiland. Zo bewonderen we het licht van de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade in de volkomen verlossing van lichaam en ziel. In de volkomen herstelling aller dingen door hem die leeft en heeft de sleutelen der hel en des doods. Ja, zo zien we in de nacht van bange twijfel en grote aanvechting, in de donkerheid en leed en rouw het licht, dat getuigt van Gods onwankelbare trouw, onuitputtelijke genade en allerrijkste vertroosting, als het dan het donker van de dood werkelijk wordt, alle aardse lichten voor ons gedoofd worden, dan zien we het licht, dat schijnt ook in de doodsvallei. Dat voert naar de bron van het licht. In de zalen van het eeuwige licht. In het vaderhuis daarboven met zijn vele woningen. En dan zal het enkel licht, eeuwig licht voor ons zijn. Alle donkerheid en duisternis zal dan voor eeuwig weggedaan zijn. Alle nevel en sluier zal dan te volgen opgeklaard wezen. Dan zullen we zien wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Daarom, in uw licht zien wij het licht. Want zo heeft de Christus, die het licht der wereld is, zelf gezegd: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gemeente, ziet gij Gods licht dan? Gods woord als drager van het licht. En bezit u het? Dat woord laat zijn licht schijnen in uw huis, in uw gezin, in uw school en in uw kerk, in uw vereniging en organisatie. Ziet gij het licht van dat woord over uw zonde, over uw verlossing en behoudenis? Ziet gij dat licht over uw levensstrijd, over uw levensweg, over uw levensleed? Kunt u en moogt u troosten met de enige troost die daar afvloeit van het kruis, waaraan heen de Christus Gods uit het graf, waaruit de vorst des levens is opgestaan? In één woord, is uw oog open door de Heilige Geest om op te vangen en te zien dat licht, het welk verlicht een iegelijk mens komen in de wereld? Want een blinde kan het niet zien. Het helder licht, stralend licht, dat in onze dagen daar schijnt uit de meest sterke lamp van duizenden kaarsen. Hoe zal dan een blinde zondaar zien het licht uit de hemel ontstoken door Gods wondere genade in zijn Zoon? Zij dan deze prediking over het licht in deze veelzins donkere dagen uw oorzaak om deze vragen ernstig te overwegen, want de verlichte ogen des verstands
geven. Het is het welbehagen van die God, die het licht deed opgaan in de duistere kolken. Die geopende ogen te schenken, het is de belofte van het verbond, dat van geen wankelen weet en vaster staat dan de bergen der aarde. Die geopende ogen geeft en het is het heerlijk doel, een heel machtig werk, door Jezus Christus gedaan in zijn sterven en zijn opstanding. Die geopende ogen open te houden is het machtige werk van de Heilige Geest, die alles uit Christus neemt. Laat ons gebed dan krachtig en levend aanhouden en volhardend om die verlichte ogen des verstands. Dan, ja dan, zal ook onze ziel hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. En de psalmist na zeggen: in uw licht zien wij het licht.